Jij bent maar gewoon een dude met een kutding. Weet je, jij leeft nog. Hoe leef jij? Oh nee. The lake. Oké, snel rennen. Rennen. Er was hier een MG, dus die kunnen we gebruiken. Waar was dat ding? Die was boven. We got choppers. Choppers, helemaal prima. Let's go. Choppertje down. Die man down. Die down. Kom dan. In rij, ja, dus. Oh, snipers. Oh, dat is leuk. Rode lampjes. Waar heb je nou? Wat nog meer? Oh, choppers. Mooi. Helemaal perfect. Bring the choppers! Dankjewel, Justin, voor al je bits en donaties. Allemaal lossen. Zoals je weet, 100 in één keer is dus een melding in beeld enzovoort. Maar... perfect, jongen. Alle drie neer. Heavy light. Sterf af. Wil jij ook even afsterven daar? Dank u. Hoi. Iedereen is dood. Hell of a job, Deb. You're a goddamn hero in my books. Things are looking real good for Briggs. Whitetails are on the way to pick him up. Oké. We hebben de missie gecomplete dus. Even dood. Oh, jullie leven gewoon nog. Waarom leven jullie al bij me? Sponsor. Dit is wel echt een ziek gebouw trouwens. Die één voor jouw naam, Justin, houdt in dat jij de top bits donator bent momenteel. Als je boven in de chat kijkt, jij hebt 143 bits gedoneerd. Dan Job met 25 en Job met 23. Dus jij bent de nummer 1, zeg maar, qua bits donatie. Zeg maar. Yay, we did it. Get free. Die hele ligt dus mooi op het dak. And Jacob Seed is hunting you. It's time to take him down. Let's go. Whenever I want, I can have you back here with me. But you've got time to play your little games. Het is wel een ziek gebouw trouwens, dit joh. Zo aan het meer? In principe is het echt een ziek gebouw. Want we hebben Kulderhun. We blijven gewoon even wachten en we worden vanzelf gehit zometeen. Zo werkt dat. En dan, zie, of we krijgen dit, met muziek. En dan gaan we naar de final fight met Jacob toe. Gaan we hem zo even uitmoorden. En dan gaan we de bak met Joseph, de laatste dude. Ik heb geen idee welke nieuwe wapens ik heb gekregen, Thomas. Kijken we straks wel even. Volgens mij niet echt hele boeiende dingen of zo, hè. En nice, Justin, nice. De Rainbow Platinum is... ja, ook wel vrij lastig om te halen, laten we het ophouden. Het kost heel veel tijd en je moet een beetje geluk hebben af en toe met de kills. En dan penetration kills en al die shit, dus... het is wel net een trofee om te hebben. Ik had mijn controle neergelegd omdat we een cutscene kregen. Excuse me. Did you think you were free? Trouble for nothing. That's okay. He knows better now. I
In principe kun je volgens mij niet vluchten, Emre. Wat dus raar is bij het gebied van Faith. Want bij Faith heb je een paar missies en dan gaat er één iemand dood. En die geeft je normaal missies. En omdat hij dood is, kun je niet, geen nieuwe missie meer met hem krijgen. Dus dan moet je al eerst puur zijn missies doen. Voordat hij zeg maar dood gaat, anders ben je gewoon fucked. Only you. Oké, we hebben nou nog minder tijd. Zoals je ziet. Je krijgt steeds minder tijd en je moet steeds verder komen. Dat is hoe dit werkt. Maar met een paar takedowns en eigenlijk krijg je dus... Oh, sta je er bovenop? Ja, sta je er bovenop. Maar met takedowns en headshots krijg je dus meer punten enzovoort. Sta jij er bovenop? Oh ja. Oké, die zoek ik neer. Shotgun. Cold hurt. Beer. Deze keer? Niks. Nee, dat is nieuw. Vorige keer kwamen hier dieren voorbij namelijk. Wat? Waarom krijg ik geen takedowns meer? Wat is dit voor onzin? Ik krijg een headshot. Oké, dit is al een takedown. Ik in ieder geval, Justin. Maar misschien is er inderdaad iemand. Hoop het voor je. Oké, shotgun. Bambi. Wat gebeurt er allemaal, joh? Ik weet niet of ik erop moet schieten of niet, maar dat was dus een overduidelijke nee. Hallo, snipers. Iemand zoekt neer. Oké, LMG, here we come. Takedown. Dan maar op de ouderwetse manier en een takedown. Not bad. Die zoek ik neer. Oh, fuck, dude. Was even kalm. Zijn jullie er meer, Lai? Ja, daar hebben we die gast altijd om de bocht. En daar hebben we de unnamed dude. Wat? Moeten we hem killen? Ik neem aan van wel. Dit is altijd de nameless dude. We moeten hem killen. Hij zegt don't shoot. Maar we zullen hem moeten killen. Neem ik aan. I don't know. Whatever. Hij is dood. Gaan. Only you could make this world seem right. Only you could make the darkness bright. Only you. Dat is wel zieke shit daar, Alink. We hadden misschien kunnen wachten op het timen, maar ik neem aan dat we dan gewoon fucked waren geweest. En nou, welkom terug, Job. Good work. You did it. You passed your test. You made your sacrifice. But now, you're alone. Yep, die mensen zijn zeker gestoord. Dat heb je al goed gezien, Kastos. And we know what happens to the weak. I call the herd. It's what I do. I'll be outside. Oh, wat? You fucking killed him! Wait! You fucking piece of shit! Weedy! He trusted you! Weedy! I trusted you! Wait! Weedy! It was Jacob! No! Okay, we zitten opeens in de wolves den. It was Jacob. We've seen this before. Ronnie, Parker. Geweldig! This is what he does. And we let him right in.
Sorry, Joch. Sorry. Jan, baas, maatje is dood. You fine. That motherfucker. Is goed, Tammy. Zullen we doen? And you kill him. Or next time I see you. So help me God. I'll kill you myself. Helemaal prima. Je goed recht, Tammy. Sorry, man. Sorry, Jonk. Tal is al ziek. Ik had niet verwacht dat we eigenlijk in de Wolf's Den zouden zitten. Ik herkende het ook niet echt, de bunker. Omdat al die troep er niet in stond. Maar dat was wel awesome. En nog 9 volgers en we hebben de 2000. Dat is helemaal top. Lekker bezig. Oh god, wat is dit in vreesnaam. Oké, destroy beacons. Nou, dat is het probleem niet. Opgerold. Oké, wat voor... Oh, we hebben gewoon onze eigen wapens, toch? Oh, fuck off, hondjes. Oh, met rust of zo, joh. Ja, we hebben onze eigen wapens. Oké, dat is fijn. Ik ben ook gaan slapen, helaas. Ik wil nog een goede stream verder. Helemaal prima. Welterusten, Gollum. Leuk dat je erbij was. En welterusten. Nee, je bitrank wordt niet per stream gereset, maar volgens mij per week of zo, Justin. Dat weet ik niet 100% zeker. Hij wordt wel gereset. Ik dacht een week. Yo, later Thomas. Leuk dat je er ook bij was. En tot morgen. En gefeliciteerd Emre. Dat is vast een fijn gevoel dat je klaar bent met je examens. Oh, waarom sta je opeens naast mij? Waarom staan... Oh god, waarom staan er allemaal mensen naast mij? Ja, is helemaal goed, kom. Misschien tot morgen dus. Ik weet dus niet wat er gebeurt als hij de timer had laten gaan, Melanie. Ik kan dat wel proberen, maar... Ik weet niet. Ik weet niet wat voor effect het heeft. Ik had eigenlijk liever gehad dat het weer die unnamed, of die dude met no face was, zeg maar. Want dan is het nog iets meer dat je denkt van, oh fuck, nu weet je het. Nu moet je verplicht die keuze maken, zeg maar, bij wijze van spreken. Dus dat maakt het aparter. Simple as that. En nog 4 dagen, dus blijkbaar dan wordt het gereset, zoals iemand zegt. Je hebt bad guys en je hebt fucker bad guys. Ja, dat is wel een verschil in. En het zal vast wel goed komen, Gent. Het zal vast wel goed komen. Als je net zo goed op school bent als in de chat, dan is dat helemaal top. Dat is prima in orde. Don't you find it ironic that everyone you try to help winds up worse off? Eli, crap. Tragedy just follows you. If you really want to say this, yeah, hero, you just off yourself. Safer for everyone in that way. Is hij erg druk? Ze lopen mooi een beetje om. Ah, wel, ik gooi gewoon dat ding naar boven. Hop, oké, dan. Oh jawel, ik kan Fate wel stoppen. Ik heb Fate al gestopt. Die is dood. Ik weet dat die Fate bedoelt en niet Faith. Maar whatever. Ga om 10. Kill Jacob Seed. Oké. Jacob zit helemaal bovenop met zijn sniper natuurlijk. Dat weten wij, omdat Jacob zijn sniper, die kunnen wij krijgen. Dat is deze sniper die ik nu vast heb, maar dan in het rood. Dus als ik het goed doe, met de bullet drop en de rest, dan jagen we een beetje weg. En dan proberen we dichtbij hem te komen.
Dan zul je heel veel moeten wachten, Kaastel. Als je nog een klein beetje op kunt houden. Dan heb ik Jacob wel gekilled. En dan kun je rustig naar de wc gaan zonder iets mis. En je bent niet gesubbed, Justin. Sub is iets anders. En oké, dadelijk Dennis. Bedankt voor de melding. Dat is best wel lelijk eigenlijk, dat je hem niet kunt snipen. Dat je hem kunt gaan snipen. Hallo, hondje. Even hier niet. En ja, je volgt inderdaad alleen maar Justin. Als je zo'n oogje voor je naam hebt. Oh ja, hij wordt nu inderdaad genokt. Oh, hij is dood. Oh, oké. Prima. Ik hoef dus niet te klimmen. Dat heeft de game nu voor me gedaan met de cutscene. That doesn't matter. He was right. Humanity is once again in crisis. It doesn't matter what we build or achieve. We will always find a way to break it down. Babylon, Rome, empires rise. Welcome to Husky. Waarom komen we überhaupt dichterbij hem? Is echt een gestoorde familie. Echt vaag volk. Bovenaan staat abonneren, Justin. Daar kun je abonneren. Wat? We schieten door hem heen. Ik kan niet eens double tappen. Game is so sad. Ja, yeah, we hebben zijn sniper unlocked. Oeh, die had de kans. Ik weet niet wat er met die sleutels is. Geen idee. Casualties of war. En dat is... daar. Oké. Okay. Dan gaan we even vast over de taal natuurlijk. Travel deze keer. Ik heb een subs min 1. Dat werkt helaas niet, maar dat is het hem wel inderdaad, Tesla. Buying customized planes. Nee. Wat kunnen we hier nog meer doen? Auto. Daar heb ik liever. Dan rijden we er even naartoe. En nee, dat werkt inderdaad niet op die manier. Helaas. Kom, we gaan met de trekker. Nee, laat me niet doen. Waar gaan we wel mee? Laten we maar gewoon weer met ons. Nou, wacht. We gaan met de trophy truck gewoon. Die is cool. Reach Jacob's bunker. We moeten eigenlijk ook nog een Carl Nixon ding doen hier. Of Dixon, wat ik was. Die zijn hier ook wel. Ergens. Clutch Nixon, dat was hem. Die moeten we ook nog altijd doen. Maar dat doen we zo meteen al na deze missie. Maar die moeten we ook nog in het gebied doen.
De vrachtwagen. Nee, we gaan niet met de vrachtwagen. We gaan met de trophy truck. Oh, great. Helikopter. Hallo, helikopter. Doei, helikopter. Tuut, tuut, meneer. Nancy? Nee, we gaan niet met Nancy. Toy to disappoint. We gaan niet met Nancy, de truck van Herc's pa. Boom. Dit ding, hoe awesome die ook is om bergen te beklimmen en shit, heeft echt remmen van... van niks. En stuurt af en toe ook echt verschrikkelijk. Als je op snelheid bent, dan heeft hij echt zo'n fucking onderstuur. Dat is niet te genieten. Maar overal is het toch nog wel een leuk voertuig. Oké, dit is dus Jacob zijn ding. Holy fucking crap. Oh, daarvoor is die key trouwens. Voor die bunker. Ah, dit was leuk. Ja hoor, ik vind het wel een leuke game, Justin. De story, ik krijg er niet gigantisch veel van mee omdat ik aan het streamen ben. Dat is een groot probleem daarbij, maar... Wat ik ervan meekrijg, vind ik het wel heel interessant. En goed in elkaar gezet. Dus ja. Oftewel Amerikaanse auto, ja. Dat is wel correct, is niet. Oh, die gast trekt naar beneden. Oftewel een boot. Is hier nog een dude of niet? Ja. Er zijn maar 4 mannen op deze entrance. Dat is toch weinig. Hoeveel ammo heb ik? Ik heb echt weinig ammo in mijn AK. Dat is kut. Ja, nee, dat snap ik, Justin, dat snap ik. Oh, er zijn er nog wel meer. Er staan er gewoon 2 bij de fucking gate. Ten niks. En heb je de dingen gevonden? Je kan, als je op mobile zit, is het misschien anders trouwens. Op mobile is het wat anders dan op PC. En is een fake. Wacht in. Op een mooie collateral. En dat is, ja, dat is kut, Nestle. Wie laat dan ook een cola flesje op zijn enkel vallen? Ik snap er sowieso niet van. Maakt niet uit, joh, die maakt niet uit. Zo, prima. Ga je nog move? Oké, hij moves. Dat is prima. Gaan we dat halen er tussendoor? Ik trust het niet helemaal. Ah, oké. Ja, nee, duidelijk, Justin. Dat werkt, op telefoon werkt het niet zo makkelijk. Helaas. Zou je nog ammo liggen? Vast wel, denk ik, ergens. Sowieso als we over hierin heen lopen natuurlijk. Nee, niks. Misschien deze tent. Wel een medkit. En een rifle, man. Kijk eens aan. Let's go, Lucky. Goeiedag. Echt, alle 3 familieleden zitten in een fucking bunker. Dat is echt belachelijk. Okay, I think I figured it out. Looks
looks like they keep their prisoners all the way at the bottom of that bunker. If you're gonna rescue Pratt, you'll need to start at the control room. Whole place is probably on lockdown by now, but if you head there, you should be able to undo that with Jacob's key. Aha. Okay, we kunnen de lockdown er dus afhalen. Duidelijk. Dan sneaken wij daar eens even naartoe met onze pistool. Oké, gaan we naar beneden. Ik laat hem wel even leven. Heavy dude, zolang we kunnen, die knuppelen we natuurlijk neer. En serieus? Kan dat wel, Daryl? Dat wist ik niet. Wat een mooie altaar voor Joseph in de bunker. Echt top. Ik zou super blij zijn als ik Joseph was, joh. En ja, volgens mij kunnen die mensen ook niet uit de bunker. Dat is juist de hele bedoeling. Dat ze niet uit de bunker kunnen. Is the worst thing you could ever be. What the fuck, jongen? Dit zijn die hersenspoel dingen. Nou ja, we gaan die lockdown neerknuppelen. Unlock. Hallo? Dank je. Rescue Deputy Pratt. Allee, we gaan dus die dude redden die ons probeerde te redden net. Ah, oké, dat wist ik niet eens, daarom. We gaan ons best doen om die gast te redden. Zo! Die kreeg een schop tegen zijn bakjes aan. En dan niet mijn gebruikelijke schop. Met de voet, maar een daadwerkelijke schop. Fantastisch. Hallo, Dom. Oh, dat is een heavy dude. Great, dat zag ik een beetje laat. Ik heb ook een heavy machine. Oh, for fuck's sake. Oké, okay, let's go. Goeiedag. Ja, jammer joh. Net te laat achter die gun van je. Nee, dat snap ik inderdaad. Er geen spoilers zelfs. Daar word je niet echt blij van. Maar volgens mij zit jij in hetzelfde gebied, voor zover ik heb kunnen zien. Op de momenten dat je online was op PlayStation, maar zag ik je in dit gebied rondlopen. Dus. Kom je naar mij toe? Of ren je weg? Wat ga je doen? Er is sowieso een heavy dude, want je hoort dat aan de manier waarop hij zegt, you killed Jacob. Dat is vanuit een helm. Dat heeft een geluidseffect, zeg maar. Een hol geluidseffect. Ah, oké, okay, je bent nog niet zover. Dit is weer begin, toch? Ja. Oké. Hoe komen wij beneden eigenlijk? Ik heb niet opgelet. Hoe komen wij beneden? Oh, wacht. Ah, geen magazines en shit. Nee. The Messel. We waren net trouwens beneden. Konden we vanaf daar niet verder naar beneden toe? Of verder die kant oplopen? Ja, dat kunnen wij. Hey. Leuk. Dit was... Ja, dat was die Alta shit. Oké. Okay. Nou, we hebben in ieder geval iedereen in onze rug gekild. Dat is ook al iets. Dat was ik vast positief. Denk ik.
Ik zag jou lopen, heavy dude, zoals ik zei. Dat was die gast die het zei, you killed Jacob, meer. Niet meer. Geen loot verder, geen ammo, allemaal prima. Hier nog een beetje loot. Waar is Pratt? Helemaal beneden, de fucking bunker natuurlijk. Ongelooflijk dat die like allemaal bunkers hebben. Hey, dat is een gezellige dude. Hij heeft iets gemerkt volgens mij. Hondje, dood hondje. Hier hebben ze dus die die zieke honden gecreëerd, zeg maar. Volgens mij je het creëren wilt noemen. Hey Pratt. Aangenaam. Gaat mee, topper. Hoogste ranken iets in platinum, Justin. In ieder geval geen diamond. Speel de game daarvoor te weinig. Oké, okay, jij bent ook wel vrij weak. Hoe jij slaat, Jesus Christ, jongen. De platinum voor deze game, die is al prima te halen, Justin. Oh god. Hij heeft een M60. Wat nu? And the weak must be cold. Dat is Hij lijkt een beetje op Rambo. Die zit ook de hele tijd te schreeuwen, zeg maar. Die jongen is niet 100. En hij zegt dingen die Jacob dus zegt. Van the weak are need to be cold en al die onzin. Als ik jou was, zou ik even je LMG reloaden. Want je hebt hem net leeg geschoten, meneer. Misschien wel een handige tip, deputy, meneer. Oké, okay, let's go. Water. Edward Rapture. Woo. Goeiedag, enemy. We zijn een mooi rondje gelopen. Daarboven is nog een enemy, dat is een heavy duo. Oh, dat is een flamethrower, bitch. Auw, wauw, medkit. Die dude is dood. Oh my god. Please father? Hij zei please father. Wil ik hem wel redden? Ik denk niet dat ik hem wil redden. Water, glijbaan. Wee, oké. En nee, we hebben Joseph nog niet gehad. We hebben John, Faith en dan nu Jacob gehad. Auw, ik wil jou een takedown in met een mooie slide en shit. Maar dat ging een beetje mis. En we gaan zo meteen naar Joseph toe, Fakani. We gaan de game nu uitspelen vandaag. Ik kan story dan toch uitspelen, zoals ik eerder zei. En dan heb ik voor mezelf ook meer tijd om gewoon casual de game te spelen voor de sidequests en eigenlijk die er nog zijn. En de trophies en weet ik dan wat. En dat gaan we dan vrijdag weer streamen. En morgen zal dus Fortnite zijn met de nieuwe update. Nice, Justin. Nice. Veel plezier alvast. Stage en sport. Ik denk dus ook dat hij mij inderdaad gaat betrayen, die bitch. Maar we zullen het zien. Aangezien hij echt praat als die fucking gestoorde lui hier. Vertrouw ik niet echt. Nieuwe update met een nieuw wapen. In dit geval. Oh, kunnen we nog. Oh, interact dan.
Met een guided rocket is het. In ieder geval. Weet ik niet, Emmeren, geen idee. Weer een bunker naar de targetering. En weer vuurwerk. Eens even kijken wat er nu gaat komen qua cutscenes. En neem ik aan dat we zo vrij zijn om gewoon verder te gaan, zeg maar, de map nog te verkennen of naar Joseph te gaan. En dan wil ik dus eerst nog even die Dixon race dingen doen hier. But what brought us here was loss. Is allemaal goed, Risky? Wat rusten. En ik hoop op een goed rapport. Gave us back a little piece of that. En als goed is, weet je welke update ik nu dan bedoel. He showed us the only thing we can rely on is each other. He was my friend. Het lullige is, dit is vrij sad gebracht enzovoort, maar ik heb totaal geen connectie met die Eli. Hij boeit mij niet zoveel. Dat is het probleem. It wasn't you, Eli knows that. Eli thought if we could just hang on. Maar doe maar. Wait it out. Eden's gate would just go away. But they won't. Fuck no, they won't. Cancer doesn't fade. It grows. It spreads. You have to cut it out. Yeah. These fucking Peggies believe the end of the world is coming. Yeah. It is for them. Eden's Gate ends today. We won't stop until every last one of those motherfuckers is taken from these trees. Nee, precies. Als Herc nu bijvoorbeeld door zou gaan in deze game, dan wordt het al wat interessanter, zeg maar. Naar mijn mening tenminste, want Herc, daar heb je meer een connectie van alle Far Cry games. En bad guys is veel makkelijker om een soort connectie of haat tegen te krijgen dan good guys een band mee te maken. Ik weet niet of je het weet, maar er loopt snot uit je neus. Never mind, dat wist je. En I have fun met John Seed kapot maken, Don. But I was wrong. I was blind. But now I see. You took my family from me so that I could have yours. Wait, what? We will welcome them with open arms. God's plan starts playing. We will welcome them. It's all fine. Opeens Drake op de achtergrond. We will be waiting for you. Where it all began. We will be waiting for you where it all began. Nou, dat weten we. Dat was bij die ene kerk waar hij moest arresteren. Dus dan gaan we daar naartoe. Maar we gaan eerst even zo'n klutje Nixon ding doen. Of Dixon, whatever zijn naam was. In dit gebied. Hoe lang zijn we eigenlijk al live? Whitetails are honest, decent people. They're fighting the good fight and they deserve any success that comes. 3.5 uur. Oké. Okay. Dan is sowieso de stream al een keer afgekapt geweest, zeg maar. Ah, hier hebben we deputy. Dat is eigenlijk wel wat ik deels denk, om eerlijk te zijn. Ik heb daar, Dennis kan er wel bevestigen in de chat. We hebben het gekscherend gehad over, oh, misschien is het voor release, voor de duidelijkheid. Omdat we beide de game al hadden gespeeld.
van misschien is het allemaal gewoon een of andere vage droom, wat je wakker in een helikopter enzovoort. Nou, hij begint over Purgatory. Dat zou best wel ziek zijn. Dat zou echt best wel ziek zijn. Nee, ik heb niet alle sidequests gedaan, Don, hierin. Ik heb in Holland Valley, waar jij nu dus bent, heb ik wel vrijwel alle sidequests gedaan. In Faith's gebied zijn we op de helft. En hierin zijn we ook net over de helft. Dus we hebben niet alle sidequests dingen gedaan. En qua Cult Outpost Liberated en de rest al helemaal niet. Dat hebben we hier nog wel gedaan, hier ook. Maar hier zijn we puur voor de story bezig gegaan. Als dat zo is, dan wil ik het taal. Ik ben benieuwd. We moeten dus hier naartoe voor die missie. Daar gaan we zo meteen naartoe. Maar ik wil dus eerst even zo'n Clutch Nixon ding doen. We pakken eentje met boten. Dat lijkt me wel interessant. Dat hebben we volgens mij nog niet echt eerder gehad. Ja, laat het Justin. Leuk dat je erbij was, man. Tot morgen. Maar we zijn dus nu wat meer met de story bezig gegaan. Omdat ik zelf eventueel ook nog wat wilde spelen. Zomaar gewoon in de game. In plaats van alles in de stream te doen. Dat is kut. Voor die trophy toch? Voor die hard challenge, world records, bla 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 dingen. Je snapt wat ik bedoel. Ja hoor, die heb ik wel gedaan. Zoals ik zei, ik heb alles gedaan in Holland Valley, waar jij bent. Waaronder dus die vage alien dude, waar je het over hebt. Die heb ik gedaan. Oké, okay, let's go. Dit is echt zo Amerikaans als het maar komt. Accept. Let's go. Godspeed. Die funny gun was echt waardeloos. Klopt. Dat is echt een kudding. Oh, wat moeten we doen? We gaan wingsuiten. Mijn favoriet. Hier ben ik echt super goed in. Wingsuit. Wow. Wingsuit zelf valt op zich wel mee, denk ik. Als ik het poortje tenminste hit. Maar ik denk meer dat de landing is het probleem bij mij met de parachutes, zoals jullie weten. De rest valt op zich nog wel mee. Hoop ik. Is de dinger... Wacht even. Is dat een... vroegtijdige rip, Dennis. Omdat ik ga crashen. Ik ga crashen, ja. Dat mag niet met een parachute, neem ik aan. Nope, Godspeed. Mission failed. God damn it. So sad. Maar ja, die funny gun was inderdaad waardeloos. Maar dit is er nog een, dan kun je een pakje krijgen. Die kun je zien met de outfits. Dan moet je naar... weet ik niet meer hoe die gast heet. Grigaldi of zo, vind ik veel. Ik wist het. Dit is een... een kidding. De rest ging wel goed. Alleen de hoogte was net te laag daar. Bij dat ene kleine deel. Dat kon ik niet verder vliegen. Dat was leuk. Deze hoef je niet allemaal te doen. Of wel, Dennis? Je hoeft er maar eentje te doen in elk gebied, dacht ik. Of niet? Ik had eigenlijk gehoopt dus op een boot ding. Dat was een fucking wingsuit. Maar toch. Probeer het gewoon nog, Kim. Oké, we blijven nou dus lekker hoog. En fuck die checkpoint. Oké, hier moet je tussendoor. Aha, dat ben ik zeker aan het doen, ja. Ik pass die rocks by the skin of my teeth. Dat heb je wel goed, meneer. Maar komt goed, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Als ik een bom hit, dat ik fucked ben. Yay, they've done it. Onder de brug door. En nee, je hebt ze niet allemaal, maar wel de trofee. Dat is best wel jammer. Als het goed is, lok ik nou de trofee. Voor in elk gebied.
Dat is kut, ja, Rambam. Boterham. Dat is een kut gevoel. Mee eens. Trophy. 3, 2, 1. Nee. Ja. Nee. So sad. Voor mij is de trophy dat je in elk gebied eentje moest doen. Dacht ik. Misschien heb ik hem al. Dat zal het zijn. Grab, destroy, use a wingsuit. Dat hebben we allemaal wel. Nou, moet er nog tussen staan, volgens mij. Complete all hunting and fishing chains. Daar ben jij niet mee bezig, toch? Volgens mij, van de dingen. Ja, left in dangerous phase by executing collection in each region. Dat heb ik toch gedaan? Volgens mij hebben we die in elk gebied hebben we er eentje gehad. Dat is vaag. Of is dit net... Oeh, dit is... Misschien net dodgy regio? I don't know. Is er Klutsch Nixon? Nee, Chad Walensky. In de final boss region? Nee, ik denk niet dat daar een Klutsch Nixon in zit. Het is een hele kleine regio. Echt een hele kleine regio. Wij teleporten via en toe. Even kijken of die wat anders is. Maar alle is sowieso niet in dit geval. Zoals Dennis zei. En dat wist ik ook al wel. Aangezien de challenge is complete a clutch Nixon in every region, zeg maar. Hij geeft nu ook aan, you're in a new region. Dus misschien dat het toch anders telt. I don't know. Ik had beter de wingsuit kunnen gebruiken trouwens. Dan waren we net wat dichterbij gekomen. En ja, we gaan de final dingen gaan we ook nog zo meteen spelen aan Bunkas. Maar ik wil eerst even dat Klutsch Nixon ding gedaan hebben. Ijskank. Ja, let's go. Die muziek. Prachtig. De Moose Knuckle Run. Wauw. Heeft Moose Knuckle zijn eigen run gekregen in de game? Hoe vet. Is er ook iets met Wildcat? Dat zou helemaal vet zijn. Want dat zijn zo'n beetje de enige twee, volgens mij, grote YouTubers die echt heel veel dingen mochten doen voor die tijd. Heel veel sponsored content naar buiten brachten. Van wat ik weet, laat ik zo van wie ik volg. Ja. Yep. Dat kan die ATV zeker, dus ik hoop ook dat die ATV dat niet gaat doen, Klutsch Nixon. Ja jongens, je bent al off-roaden in een race en ik moet springen. Dit is... verdoemd om te falen, zeg maar. Verdoemd om te falen. Ik krijg de hele tijd application suspending license, nog wat is er nog 5 minuten na. Kun je dan niet beter gewoon even je restore licenses doen, Dom? Dan ben je er vanaf. Neem ik aan. Is het spel de 44 euro waard? Als jij hem voor 44 euro kunt krijgen, zou ik hem zeker halen, Tim. Ik heb de Gold Edition, die zou ik ook aanraden. Omdat je dan ook nog Far Cry 3 Classic Edition erbij krijgt een dagje. Maar die game is het zeker waard. Een hele leuke game, veel in te doen. Grote open wereld. En wel een instant story. Oh, fucking quad. Oeh. Nou, dat heb je al vaak gedaan. Dan weet ik het ook niet, Dom. Dan weet ik niet wat het probleem is. Dankjewel, Melanie, voor de waarschuwing. Ze zijn niet te missen. Kijk, oh, for fuck's sake. Fucking kut eland, jongen. Ontiegelijk scheiddier. Die elanden zijn zo verschrikkelijk kut in deze game, jongen. Als een elandje hit, dat zag je daar al wel. Maar dan vlieg je gelijk 300 meter over de kop. Die dingen zijn veel te krachtig. Fuck it. Oh god. Fuck it. 3 download je in de library, Dennis. Maar die hebben wij nog niet. Die komt pas eind mei. Komt die game pas uit op de PS4. Dus die kun je nou nog niet downloaden. Dat duurt nog even. Maar je hebt in ieder geval... oh, kutbom. Je hebt in ieder geval toestemming. Je hebt hem unlocked, maar gekocht.
Hoe je het wil betitelen. Dikke jump! En wat is mijn record van kijkers in de stream? In de 1000. Op YouTube tenminste. Was het in de 1000 bij GTA update. Op Twitch. Hé, hey, nou hebben we hem wel. Nou hebben we de trophy. Het was dus puur de locatie, zeg maar. Maar qua Twitch volgens mij echt iets in de 70 of zo. Hallo, beer. Black bear skin. Je moet volgens mij nog steeds ook die grizzly bear skin, maar fuck it. Over de Eerste Wereldoorlog. Nope, ik heb niet echt wat tips voor je. We gaan naar het einde toe. Let's go. Hebben we er allemaal zin in? Vast wel. Hoop ik. Hoe gaan we daar naartoe? Normaal gesproken zou ik zeggen hier, maar daar kunnen we niet naartoe fast travelen. Kut is, dus dan gaan we hier naar fast travelen en dan airdroppen en dan vliegen we daar naartoe. Dan pakken we dan een auto. Wat ik het mooiste vind in de game, Mika, is gewoon de wereld, denk ik, en alles wat erin te doen is. Dat is, denk ik, wat ik het mooiste vind. Winnie de Pooh is dood. Winnie de Pooh was geel, Senna. Niet zwart. Geen paniek. Winnie de Pooh leeft nog wel. Als het goed is zitten we nou ongeveer boven die twee dingen, toch? Of in ieder geval boven dat ding, ja. Die verborgen trophies. Je kunt vierkantje doen hè, op verborgen trophies. Dan kun je zien wat ze inhouden. Hij heeft zijn haar geveft. Dat zal het hem zijn. Winnie de Pooh heeft zijn haar geveft. Ik zie het al voor me. We regret to inform you that all sounds will be closed for the seal. But the atmosphere in the country has become so toxic that it's no longer safe for me and for them to stay. Oké. Okay. Prima. Shop. Let's go. Even wat verkopen. En eens even de garage induiken. Ja, je kunt gewoon vierkantje doen. Die dingen. Ik heb trouwens nog een andere auto gekocht ook. Ik heb meerdere auto's gekocht. Maar dit ding, die hadden we toen gevonden. Dat is in onze auto. Ik heb ook de bootlegger gekocht. Maar die kun je dus customizen. En hier heb je dus die bobbleheads. Die kun je krijgen via de Ubisoft Club. Die van de Rabbids en van dit. En dan heb je er ook nog een Hawaiian bobblehead. Dat is in principe dus vaas. Voor zover ik weet. En voor de rest kun je dus de kleur veranderen van de auto. Ik heb hem rood gepakt. Maar zo werkt dat systeem. Dat heb ik je nog niet eerder laten zien. We hebben altijd gewoon kant-en-klare auto's gepakt. Die al gespoten waren en al. Maar het is nog wel een leuk ding. Serieus nooit geweten van die verborgen trofies. Je kunt gewoon verborgen trofies aanklikken en dan vierkantje doen. Dat zit er echt al sinds de update 4.0 in of zo volgens mij. Oh, jullie zijn friendly. En wat bedoel je, Don? Met waar het geschreven is. Oh, for fuck's sakes, Dennis. Ik mag hopen van niet, jongen. Ik mag hopen van niet. We hopen dat jij dat weet. Van die verborgen trophies. Hebben we er eentje hier ergens? Wie heeft een verborgen trophy? Misschien Claire wel. Claire heeft een verborgen trophy. Nobody gives a fuck. Vierkantje. Show hidden information. Wow. Reach the end of the apartment level. Wow. Ah, Dennis toch ook. Oh, verdrag van Versailles.
Jij hebt het over die opdracht van die jongen. Dadelijk. Ah, Dennis. Zo sad. Puntje, puntje, puntje. Oké, okay, gaan we lopen trouwens of rijden we er naartoe? Ja, we lopen. We gaan nou dus het einde van de game naartoe, hè, voor de duidelijkheid. Dus mensen die geen spoilers willen zien, Don bijvoorbeeld, na het einde, ik wil je niet weg hebben, ik vind het gezellig dat je er bent, maar hou er rekening mee. En we rijden wel trouwens. Fuck it. Ik krijg zin om te lopen. En Faas is inderdaad nog steeds wel een van de meest awesome characters. Klopt. Hallo Joren, welkom. Maar jullie hebben nou jullie overduidelijke spoiler alert gehad. Als je nou nog blijft, kun je vervolgens niet gezeuren over spoilers. Doei Don. Dit ding klinkt wel lekker trouwens, moet ik zeggen. Hij is ook best snel. En hij heeft een gun. Bovenop het dak. Ja, dit is Pegamin. Die bobblehead is Pegamin. Dat klopt. Ah, je was er al lang, Joren. Sorry, niet eerder gezien. Wacht, ik moet naar de wc. Oh, fuck sake. Oh, ik kan ook gewoon niks. Ik kan geen wapens gebruiken, niks. Ja, dat is Pegamin. Dat is... Nee, wacht. Ga jij maar snel pissen, Kian? Dat is Pegamin. Ik zou in de auto gaan zitten, ik heb het zien. Dat is een mini Pegamin. En je hebt dus een kleine mini vaas met een hula hoe. Ja, een hula dingetje aan, zeg maar. Zo Rita Rocky van Hawaii. En je hebt dan een rabbit poppetje. Die drie zijn er momenteel. Maar ja, dat is Pegamin. Die kun je kopen via de Ubisoft Club. Kunt je wel laten zien hier. Als je naar de rewards gaat. Oké, okay, Kian is er weer. Kijk, dan heb je hier de Rabbids Bobblehead. Die is heel klein en super schattig. Voor de rest, community shirt. En... Ik weet nog steeds niet hoe ik het wapen moet krijgen. Ik ben wel ingelogd op die website, maar ik krijg hem gewoon niet. Oh, log into the Far Cry Arcade website. Dadelijk. Die wil ik sowieso nog hebben dan. En deze is voor community activities en daar die kunnen lokken. Maar hier heb je dus Pegamin. Far Cry 4 Madness Bobblehead. En die kun je dus gewoon aankopen. Zo werkt dat. Dus dan weet je wat dat is. Voor als je de game hebt, dan kun je dat nou doen. Oké, we gaan naar het einde van de game toe. Iedereen er klaar voor? Ja, oké, fijn. Ik ook. Ben benieuwd. Er ligt in ieder geval ammo. En eigenlijk, dat is positief. Hier zijn we toen geland met die helikopter. Hier ongeveer, dacht ik. Waar nu al deze zooi staat. Nee, stop. Wat nou weer? Nee, stop, Leandel. En toen zijn we dus naar die kerk gelopen. En dat gaan we nou dus ook doen. Ik moet nog zeggen, godver... Leandel had dat net gedaan toen Kian moest pissen. Ik blijf nu wachten op jullie. Het is in ieder geval een mooie omgeving. Dat wel. Met een stormbaan trouwens. Kunnen we die stormbaan doen? Ik wil even rennen. Want hier was volgens mij... Oh, daar is nog een key. Dan zullen we even terug naar Ben en weer. Godverdomme Leandel. Hier is een stormbaan namelijk. Om te klimmen. Maar ik weet niet of wij dat überhaupt kunnen. Nee. So sad. Disappointed. Oké, nou beginnen we zonder fucking pauze. Leandel. Even ammo oppakken. Dat we toch bezig zijn. Dat is full. Oké, okay, let's go. Nou zijn we er echt klaar voor, jongens. Hey, ik heb wat over voor jullie, oké, jongens? Ik bouw inderdaad al spanning op. Klopt. Er staan hier twee blisvaten. Ik weet niet waar ik het van moet vinden. When the lamb broke the fifth seal, I saw under the altar the souls of the martyrs. Slain because of the word of God. You made martyrs of my family.
same to yours. Wat? Ah! Hoe de fuck zijn die lui weer opnieuw opgepakt? Door de... Wat? He's watching us. You got to be fucking kidding me. Al die lui zijn dus allemaal bezeten. Die pastoor met zijn bijbelpistool. Grace Armstrong. Jess Black. Iedereen is bezeten door die bliss shit. Dat zijn allemaal ratten. Wat? The actual fuck? Ik neem aan dat wij bij die blissvaten staan dat dit eigenlijk meer een hallucinatie is, maar... Not sure. Your friends have been taken and tortured. And it's your fault. Countless people have been killed. What the fuck, jongen? The world ik wist dat ik zeer van fucking... Goed bezig, Leandro. Was it worth it? Die muziek trouwens, echt awesome. Was it? When you gonna realize dat is zo vaag. Ik geloof natuurlijk niet echt dat al die lui voor hem werken. Ik wil het niet geloven, laat ik het zo zeggen. Hey, ik heb die wel geaccepteerd, maar dat was niet in de stream. Maar ik heb die wel geaccepteerd. Dat was die fucker 4 Easter eggs over me. To walk away. Put down your guns. Take your friends. You take your friends. You leave me my flock. Je moet die missies van hun doen, Melanie. Dat is het hele ding. Go in peace. You're fucking insane. Dat is het rare. We never should have been here in the first place. Het is ook zo fijn dat de chat voor een klein deel over de game gaat. De rest gaat allemaal over de Eerste Wereldoorlog. Met de hele uitleg. Best lastig om daar tussen... Nou ja, het valt er op zich wel mee, man. Beetje lastig om tussendoor te zien. Resist of walk away, wat gaan wij doen? Ik zeg resist. Ik ga niet weglopen, maar... Fuck it, resist. Let's go. Every slight. Every injustice. And every choice. I'm a don't. We gaan niet weglopen. John was wrong. Your sin is not wrath. You'd rather watch the world suffer and burn than tuurlijk, resist. Ja, daarom. Maar. Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als je walk away doet, namelijk. And the lamb broke the sixth seal, and lo, there was a great earthquake. And the sun became black, and the moon's under blood. Okay. Oh, what the actual fuck is dit? Revive your friends. Oh, dat is prima. Als die, ik moest je eerst even door je pokkel heen schieten, maar dat kwam alles goed. Wil jij even doodgaan, Joseph? Dank u. Hey, sla me eens even niet, jongen. Dep je de... Auw, cling to life. Help, help. Dank u, sheriff. Voor het helpen. Topper. Ik ga even jou revive. Oh, zij revive. Oh, motherfucker. Joseph die... Ah, wow. Oké, hij moet weer neer en dan moeten we hem revive even snel. Ga de kant. Ik was aan het revive. Okay, dank je. Auw, ik ben... Jesus fucking Christ. Revive mij. Please, iemand van jullie. Iemand zin om mij te reviven. De sheriff komt weer aan, hoor. Van iedereen. Er staat twee man omheen, maar de sheriff gaat dat doen. Oké, okay, fight. Prima. Fight the father, done. Wat die actual fuck, joh. It's all good. Oké, okay, nog meer lui reviving.
Laten we maar beginnen met Nick. Wacht, ik heb nog iets anders voor jullie allemaal. Vangen! Oké, ze zijn allemaal down. Revive. Snel, revive. Zij moet nog vallen, maar we revive haar al. Top. Dan zijn we goed bezig. Oké, vader even. Reviven. Oh, deze duurt nog even reviven. Oh, dat is Tammy. Oké. Hoeveel leven? Oh, we hebben ze allemaal gerevived. Nice. En nu? Fight. Done. Ik neem aan dat we uiteindelijk bij de kerk komen, dus die kant op. Ja, Superboy, iedereen is dood. We zijn bij de final fight. We zijn bij het einde van de game. Waar moeten we nou nog een keer reviven met zo'n hele kleine timer? Oh, dat is die dude. Au. Send help, iemand. Dankjewel, deputy, meneer, die ik eigenlijk niet vertrouw. Hey, Herc. Oh, fuck. Daar hebben we Joseph. Oké, okay, Herc, kom. Kom ons even helpen met je geweldige RPG kills. Skills. Oké, deze nog even reviven. Oh ja, dat was Tracy. Blijf jij maar even down, Grace. Oké, 11 van de 12. Wie moeten we nog? Hier. Oké, okay. Joseph rent er ook naartoe, dus dat is helemaal top. Joseph, oprotte jij. Ja, Herc zit ook in Far Cry 3 en in 4. Herc zit in vrijwel elke Far Cry. En zoals verwacht trouwens, we komen bij de kijk, zie? Met al onze vrienden. Neutralize. Als de sheriff er even niet voor gaat lopen, dan gaan wij die eens even neutralizen. Hij is dood. Niet persoonlijk, ik had verwacht dat we hem neer zouden steken. Misschien komt dat nog. Give them father. They know not what they do. And when the lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven. And the seven angels before God were given seven trumpets. And there were noises, thunderings, lightnings, and an earthquake. Joseph Seed, you're under arrest. And I heard a great voice from the temple say to the angels, go your ways and pour from the vials the wrath of God upon the earth. Whoa. Oh god, please vertel me niet dat... Oké. Okay. Ik wil zeggen dat we nou in die heli zitten. Wat die actual fuck? Ik mag hopen dat wij nog in een rare Blizz-wereld zitten, anders zijn we nu fucked. Ik denk niet dat het heel veel nut heeft om te gaan moven in een vrachtwagen, maar hey, let's try it. Ligt aan welke truck. Als dat die Widowmaker truck is, die overal doorheen beukt, dan wel. Oké, okay, jongens, nooit gedacht dat ik zou zeggen, maar we gaan rijden in de nuke. Superleuk. Reach Dutch bunker before... Oh, wow, dat is cool. We moeten terug naar Dutch en bunker. Natuurlijk, daar kunnen we overleven. Dat is wel vet. Dat is cool gedaan. Terug naar Dutch en bunker. Want die is veilig, inderdaad. Gassen. Toet, 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 toet. Handrem, bochie.
Oh, wat de hand erin bocht. Hallo, ik zou me wegrijden als ik jou was, meneer auto. Oh, fuck. Ja, ja, I watch the road. Komt goed. Ik weet niet of er nog wat naar ons toe komt vliegen, maar... Er is nog een nuke afgegaan, dus een tweede. In al die bunkers zeker een nuke, of niet? Want er waren 3 bunkers, er waren meer silo's ook. Wat de fuck moet het voorstellen? Het is al tering dichtbij trouwens, dat zijn geen nukes. Anders waren we al lang dood geweest, voor mijn gevoel. Het ziet er wel super vet uit dit. Dat zeker. Oh fuck. Nog één. Houd wel even normaal in de chat hè jongens. Denk aan de Twitch Terms of Service, dank u. Ook al weet ik wel dat het over de game gaat. En eigenlijk iedereen wel. Alsnog kan het wel verkeerd opgevat worden. Door een of andere dude. Woehoe! Oh. Together forever. Dat was een boom. Ja, Marco. Ja, precies. Marco Bazzato. Was de stiekem ook nog. Hallo, Joop. Hey Dutch. Oh, is het niet Dutch? Reach Dutch bunker before it's too late. Mag ik lopen dan? Oh, wat? Help, ik hang op de kop. Gezien het geflauwd lijkt het me niet dat het dat Dutch is, maar dat het Joseph is om een of andere vage reden. Wat? Waarom zijn we al vast? Ja, zie je, het is Joseph. Vanwege het gefluit dacht ik al van, dat is niet Dutch die ons komt redden. Of wat denk ik, dat is Joseph. Oh great, daar is Dutch. You know what this means? It means the politicians have been silenced. It means the corporations have been erased. Cleansed by God's righteous fire. Maar waarom ga je zelf niet buiten staan dan? Als het zo righteous is. Waarom ga je naar hiden in een bunker? Bitch. It means I was right. The collapse has come. The world as we know it. Is over. I waited so long. I waited so long for the prophecy that God whispered in my ear to be fulfilled. I prepared my family. Ik kan hem geen kopstoot geven, Daryl, sorry. I wish. And you took them from me. I should kill you. Waarom doe je dat niet dan? Oh, great. Oh nee. Ik ben niet jouw familie, vriend. Absoluut niet. We will step into the light. I am your father. And you are my child. No, thank you. And together we will march to Eden's gate. Please laat iemand daar staan om door zijn bakjes heen schieten. Nee, oké, okay, sad. Vader van het jaar? Fuck off, Emre. Dit is echt geen vader van het jaar. Zal ik iets doen? Ik
kan... Nee, ik kan alleen maar skippen. Ik kan voor de rest niks. Kut ends. Misschien komt er nog iets achteraan, jongens. Wie weet, denk ik niet, maar... Wie weet. I told you that God wouldn't let me take me. I'll take you, lolle. Prima. Continue. Kunnen we gewoon verder wel gebleven waren? Als wij de laatste missie opnieuw kunnen doen, dan gaan we eens even kijken wat er gebeurt als we walk away. Als we dat kiezen, dan ben ik wel benieuwd naar. En ik vind het op zich geen kut einde, om heel eerlijk te zijn. Het is een... apart einde. Ik had wat meer einde verwacht qua dat, maar... Oh, wat? Waarom staan we hier bovenop? Oh, we hebben ook gewoon alles gedaan. Oké, we zijn dus klaar hier. Oké, dus je kunt na die tijd kun je nog wel alles doen wat je wil. Missies nagen. Dat is het punt niet. Maar je kunt niet die missie opnieuw doen. Dat is spijtig. Dat is spijtig. Dennis, wat heb jij? Ik neem aan dat jij ook je tijd niet aan gedaan hebt. En dat andere. Maar ja, ik vind het op zich dus geen... Niet per se een slecht einde. Omdat het... Het is de hele timer van die geloof shit. Wat ik wel een beetje raar vind is gewoon... Dat we als enige zijn. Maar die Joseph overleeft echt letterlijk alles. Die helikopter crash, hij komt er gewoon helemaal prima uit. In dit geval bij die auto en shit ook. Overleeft het gewoon helemaal tippie-toppie. Die... Haalt ons juist eruit en brengt ons naar die kutbunker toe. Dat is vaag. Laten we het daarop houden. Maar op zich, het einde qua hoe de story in elkaar zit, heeft het wel iets. Is het nog wel een oké-ish einde, denk ik. Maar. En dit is het interessantere einde. Oké, okay. Die andere opgezocht op internet. Duidelijk. Er komt sowieso nog DLC, Ellie. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek, eigenlijk. Maar er komt nog DLC. Er komt een Vietnam DLC. Er komt een Mars DLC en een Zombie DLC. En dat zijn drie DLC's die er komen. Ik had liever dat je Joseph zijn bek had geslagen. Ja, oké. Ik had ook liever gehad dat ik hem volledig zou killen. Maar dat... Ik weet niet. Uiteindelijk is dat het doel, ja. Je wilt hem dood hebben, maar dat kan gewoon niet. Ga je nu een beetje Fortnite doen? Nee, ik ga nu niet Fortnite doen. Ja, ik weet niet. Op zich, qua story kan ik het einde wel begrijpen en vind ik het wel een goed einde. Maar inderdaad, wat je zegt, ik had hem veel liever gewoon vol op zijn bek geslagen en in elkaar getrapt. Zodat we echt gewoon die hele Seed family geëlimineerd hadden. Maar dat kan dus blijkbaar niet. Ja, planeet Mars DLC, ja. Ja, is prima, want die ga ik toch niet doen, denk Dennis. Of ik moet terug kunnen, maar je kunt volgens mij niet loaden, toch? Of wel? Nou, daar had je het al over. Je kunt geen dingen laden. En, nee, ik ben het met je eens, hoor. Ik ben het helemaal met je eens. Dat je de hele game opbouwt naar hem vermoorden en dan vervolgens dus, nee. Dan, ja, weet ik niet. Ik ben het met je eens, dan is dat een beetje een lullig einde, maar... Maar vertel maar, Dennis. Vertel maar, want ik ga... Ik wil de game platinum halen enzovoort, maar ik denk niet dat ik hem nog een keer opnieuw speel voor het andere einde. Want ik kan de video ook wel kijken, Daniel. Maar... Ja, we hebben het einde gehad, Milan. Maak je eigen map in elkaar. Dat is... Nou, misschien. Moet even kijken. Dat was al in instantie wel mijn intentie. Maar ik heb dat toen op PC gedaan. Far Cry 3. En controller is net wat... Weet niet, wat lastiger. En ik wil niet echt volledig mijn tijd erin steken. Ofzo. En dat was zeker een hele leuke game. Er is niks verder mis mee. En het einde... Ja, ik weet niet. Op zich het einde heeft wel iets.
Het heeft wel iets. Het past bij de game. Maar ja, ik had hem ook liever neergeknipt. Mee eens. En ik kan zelf ook wel even het einde snel opzoeken. Zo. Gaan we het einde opzoeken en dan zal ik jullie de video wel doorsturen. Dat is het makkelijkste. Hoe de hele game was of het einde? Wat wil je weten, Milan? Even kijken. Wauw. Wauw. Dat is echt... Ik hoef die video niet eens op te zoeken. Dat zegt al genoeg. Wat Dennis daar typt, wat het andere einde is... Ik zal het... Spoiler alert. Spoiler alert. Oké, dat is hier spoiler alert. Ik heb hier nog wel dit. Maar dat... Oké, wacht even. Knoppie. Even het eerste woord niet naar luisteren. Spoiler. Spoiler. Spoiler alert. Zo, die. Oké, wat Dennis zegt. Bij het andere einde beslis je om hem met rust te laten. De nukes gaan dan niet af en je rijdt met je buddies weg. Vervolgens hoor je op de radio dat ene nummertje. Dat wat we de hele tijd hebben gehad bij Jacob, waardoor je helemaal gek wordt. En vervolgens hoor je... word je dus weer gek, zeg maar qua dat. En dan gaat het beeld naar zwart en je vermoordt dus in principe al je buddies. Daar komt het op neer. That's it. Dus dat is nog een kutter einde, zeg maar. Dan heb ik liever dit einde. Ook al is dit ook een creepy einde. Met dat hij onze vader is en dat wij... I know. Ik weet niet of er nog een ander einde is. Er was natuurlijk een alternatief einde in het begin van de game. Als jij hem niet arresteert, dan loop je gewoon weg. En that's it. Dat einde is er. En er zijn dus twee eindes aan het einde van de game, daadwerkelijk. Maar... Ja, ik weet niet. Ik hoop dat er stiekem nog een einde is op de een of andere manier dat je Joseph kunt killen. Ik weet ook niet of hij beneden in die bunker zit eigenlijk. We kunnen even gaan kijken in die bunker. Want normaal... Oh kut, ik kan niet uitdroppen. Normaal zou hij dus in die bunker nou moeten zitten. Dit is wel vet trouwens, dat laatste geheim. Alles is naar de tering. Dat is wel cool. En dit was dus eigenlijk niet mijn bedoeling. Zo sad. Kunnen we niet gewoon nog een keer fast travelen? Maar dan naar binnen? Dat is makkelijker. Het duurt minder... of het is korter, zeg maar. Het duurt minder lang. Ja, de map is nu inderdaad weer normaal in plaats van apocalyptic. Ik ga dus even naar die winkel toe. Ik ben trouwens nog een verkeerde ding fast traveled. Oh, precies. Fast travel. Oh, god. Oké, een tip. Koop nooit die fucking airdrop. Als mij iets irriteert, is dat ik die fucking airdrop heb. En het is wel logisch inderdaad voor dit deel, maar... Omdat je dan nog verder die missies kunt doen. Maar wat sowieso raar is. Je hebt dus één missie van... Even kijken hoor. Je hebt een missie van deze dude. Dat is die dude met die buttons. Maar die dude is dood. Die gaat dood tijdens dat einde van Faith. Dus hoe de fuck heb je daar missies voor? Dus sommige dingen kun je niet eens volledig compleet doen. Dat is echt achterlijk. Ja, hallo Rutger. Welkom. Oké, waar is die kutbunker van hem? Hier. Oh, Joseph, waar ben jij? Of staat Dutch hier nou opeens gewoon te niksen? Dat zou zijn. Normaal was Dutch hier altijd. Wait, what? Oké. Okay. Magische kluis. Kluis met een dubbele wand. En ja, ik ga zo stoppen inderdaad. Kastosti. Oh, Joseph. Nope. Joseph is nergens te bekennen. Dutch is weg. Alles is gewoon dood. Komt hem neer. Hier heb je volgens mij nog een kamertje trouwens. Oh, wacht. I knew Joseph Seed was bad business. Hoe de fuck leef jij nog, Dutch?
I imagine the fucking mainstream media would paint us as two sides of the same coin. Because now is my mind blown. But to me, it's simple. I'm willing to sacrifice. Maar ja, ik snap wat je bedoelt inderdaad, Dennis. Het is raar dat het niet apocalyptic is en dat de game gewoon eindigt. Maar ja, omdat je verder wilt met de game is het logisch. Maar... ja, ik weet niet. Het is gewoon raar. Een sidequest om Joseph te killen? Dat zou ik niet. Het zou wel goed kunnen hoor. Ik mag hopen dat er nog stiekem een sidequest is. Want we hebben een raar ding bijvoorbeeld. Is dat we hier dus... we hebben twee collectible missies hier. Sidequest. Maar ik mis nog altijd hier een missie. En die vind ik gewoon niet. In het hele gebied niet. Die hele missie is gewoon spoorloos. Van die 52. Dus iets wat ik ook zeker ga doen. Ook in mijn eigen tijd verder. Is die sidequest. En ik zal ze ook zeker wel wat in de streams behandelen. Wat vrijdag dus komt nogmaals. Ik ga dus zelf ook wat van die dingen doen. Of eventueel, nou, zoals dit Cherry Woodhouse. Of die Clutch Nixon dingen. Die wil ik dus allemaal nog wel gaan doen. En we zullen zien wat er gebeurt als je die game echt 100% haalt. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Voor nu gaan we nog heel even... oh, hier heb je nog een side mission trouwens. Wat is dat? Ah nee, het is Rivet Arm Convoy. We gaan even nog bij zijn compound kijken. Bij zijn compound kijken. Ik wil die airdrop weg hebben. Ik haat die airdrop. Dat is echt een ding wat je niet wil. Maar ja, raar dat die dutje nog leeft qua dat. Maar ik weet, nou ben ik eigenlijk wel benieuwd of die button duurt nog leeft. Want die button duurt was ook dood. Dus we gaan zo meteen nog heel veel snel naar de prison fast travelen. Om te kijken of die button duurt nog eens. En yep, de conclusie is inderdaad dat Joseph... altijd gelijk had en je had gewoon eens vertrouwen in hem moeten hebben. Want hij wist daadwerkelijk hoe en wat. Hoi hondje. Kom maar hondje. Nog een hond? Nee. Wat, kan ik hier niet overheen? Come on, game. We gaan eens even kijken of we die kerk in kunnen. Dat is een goede vraag, Daryl. Die piepjes. Fantastisch. Kijken of we de deur open kunnen blazen, jongens. Dat was sad. Dat was sad. Kunnen we überhaupt iets zien? Eden's Gate. Wat staat er op die tekst? Ik kan niet lezen. Is ook zo'n klein kutkerkje eigenlijk. Echt een klein kutding. Ja, dat is een heel stukje, sterk stukje hout inderdaad. Nee, eens. Ach, kut, ik stond op het hek. Nog een keer op het hek proberen te komen. Godver, de hek glijdt vanaf. Ja, je glijdt van het hek af. Dat is kut. Nope, je kunt er gewoon legit niet overheen. Je glijdt er vanaf. Wat een bullshit. Ja, voor de rest maakt het er geen zak uit trouwens, of je nou wel of niet bovenop kunt landen.
Je kunt er niet naar binnen. Waar koop je dat hout? Ik heb werkelijk geen idee waar je dat hout koopt. Echt geen idee. Oeh, wacht. Kunnen we dit lezen? Wat staat daar? Nee, dat kunnen we niet lezen. Dat is spijtig. Het zou best wel vet zijn. Het is helemaal unmarked. Als hier nou zou staan, Faith, Jacob en John ofzo, dat zou best wel ziek zijn. Dat zou echt best wel ziek zijn, maar dat is niet het geval. Echt een topwinkel. Formido, zei je dat nou serieus dan, Rutger? Ja, Formido. Wauw. Wauw. Toch echt. Maar dat is inderdaad een sterke deur. Dit is Eden's Gate, hè jongens. Dit is de gate naar God. Oh, wat? Hebben die ruit een beetje kapot gemaakt. Misschien kunnen we... Wacht even. Ik wil legit even binnenkijken wat op het scherm staat. We pakken even die pick-up truck. Dan rijden we die tegenaan. Dan gaan we er bovenop staan met de sniper kijken. Maar ja, we gaan dus niet zo heel lang door meer timen. We hebben het einde gehad en we stoppen zo. Ik rach even vol die pick-up truck naar achterwaarts naartoe. Ging bijna goed. In before jumpscare easter egg. Nou, het zal nog wel meevallen, denk ik. These will wage war against the Lamb, and the Lamb will overcome them, because he is Lord of lords and King of kings, and those who are with him are called the chosen and faithful. The Awakening. Oh god, die kutscherm. Dat licht ook. Maar voor de rest is er niks binnen eigenlijk. Volgens mij. We kunnen even kijken. Gaan we kijken? Oh, for fuck's sake. Dat was pas een jumpscare. Dankjewel, Michel, voor je host van 5 kijkers. Waarom heb ik dat alert geluidje van Metal Gear Solid? Ik schrik er zelf van als ik een host krijg. Het is gewoon met apenzuur. Maar dankjewel voor je host. Nee, dat ging niet werken. Zoals net. Kunnen we er niet doorheen gooien? Waarom kunnen we dat er niet doorheen gooien? Ga even die auto repair. Jumpscare. Ja, de timing was impeccable. Nee, je kunt gewoon niks naar binnen gooien. Mijn idee was dat ik dan eventueel, als ik naar binnen kon kijken, ze maar wat meer kon zien. Maar helaas. Nou ja, dat was het einde dan, blijkbaar. Interessant einde dat wel. Niet echt een voldoenend einde, maar... Ja, wat doe je eraan? Niet heel veel. Nu nog iets voor de volgers. Nou, dat komt nog goed. Ja. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Laat het zeker even weten in de comments. Voor de mensen die terugkijken op YouTube. Voor de mensen in de chat. Ik heb jullie mening gezien en ik deel die met jullie. Het is een prima game. Het is een hele awesome game zelfs. Het einde. Laat wat te wensen over. Omdat je andere verwachtingen hebt van hoe de game de hele tijd opbouwt. Maar is uiteindelijk wel passend bij de game. Laat het zo zeggen. Maar het liefst zouden we inderdaad hem allemaal op zijn bek trappen. Dus ja. Dat was dat. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Zoals ik al eerder zei. Morgenmiddag Fortnite update met de nieuwe Rocket Launcher of wat dat ook is. En dan vrijdag gaan we verder in Far Cry. Gaan we gewoon wat sidequest dingen doen. Ondertussen zal ik zelf ook wat spelen in mijn eigen tijd. Voor zover ik tijd heb. En ja. Dat is het voor nu. Dan ga ik nu even Puck nog hosten. Puck is nog voor... is dit een half uurtje live ongeveer met haar 12 uur stream. Dus gaan we Puck even hosten. En dan zal ik eerst even heel snel de link plaatsen in de chat voor jullie. Dat is zo. En dan gaan we nu Puck hosten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken allemaal. En tot morgenmiddag bij de volgende stream.